Welkom bij de podcast Innovative Leaders by Info. Deze podcast gaat over next-gen leaders die innovatie toepassen om het leven van mensen makkelijker en leuker te maken en daarmee ook hun eigen doelen bereiken. Mijn naam is Remmert Stiptonk en vandaag is de gast Head of Jumbo Tech Campus, Anneke Keller. Jumbo is een familiebedrijf en bestaat al meer dan 95 jaar. In de jaren 90 is Jumbo Supermarkten uitgegroeid tot een zeer succesvolle onderneming. Zij introduceerde toen de unieke Jumbo-formule, waarin de klant volledig centraal staat, en dit bleek een doorslaand succes. Inmiddels is Jumbo het tweede supermarktbedrijf van Nederland. Sinds 2014 biedt zij haar klanten ook de mogelijkheid om online haar boodschappen te bestellen. Om de online ontwikkelingen verder te stimuleren heeft Jumbo een eigen Jumbo Tech Campus opgezet in Veghel, waar sinds 2 jaar Anneke aan het roer staat. Anneke, van harte welkom als gast bij deze podcast. Waarom leidt nou juist jij deze Jumbo Tech Campus? Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn ook. Ik werk nu een jaar of 2 bij Jumbo. En ik ben eigenlijk bij Jumbo gaan werken omdat Jumbo de Jumbo Tech Campus wilde oprichten. En de Jumbo Tech Campus, dat is eigenlijk de afdeling van alle software developers binnen Jumbo. De Jumbo Tech Campus die heeft Jumbo opgericht omdat Jumbo is echt een bedrijf dat heel erg op klanten gericht is. Heel erg graag de dingen zo voor de klanten doet dat mensen heel gemakkelijk hun boodschappen kunnen doen. En als je kijkt naar de klanten van Jumbo, die gaan steeds meer technologie gebruiken. En ja, dat doen ze thuis, maar dat doen ze ook in de supermarkt. Dus Jumbo wilde ietsje meer een techbedrijf worden dan dat ze toen waren. En daarom is de Jumbo Tech Campus opgericht. En daar ben ik leiding aan gaan geven. En ik heb het heel erg naar mijn zin bij Jumbo. Dus. En ik las ergens dat Jumbo is natuurlijk een supermarktbedrijf. En je zegt net, er zijn hoge verwachtingen van gebruikers, van klanten op digitaal vlak en op gebruikservaring en dergelijke. Maar dat Jumbo niet een voorloper per se wil zijn als het gaat om technologie. Maar dat je, of misschien wel op technologie, maar in ieder geval niet. Jullie willen blijven bij je leest. Je bent in eerste plaats een supermarktbedrijf en technologie moet in dienst daarvan staan. Klopt dat of heb ik dat verkeerd begrepen? Want net kreeg je een beetje de indruk, gebruikers hebben hoge verwachtingen. Misschien moeten jullie toonaangevend zijn ook op dat vlak. Qua technologie of hoe zie je dat? Nee, weet je, uiteindelijk willen we zorgen dat lekker en gezond eten zo makkelijk mogelijk bij Jumbo klanten kan komen. Dat is het doel. Dat zal ook niet veranderen. Dus de Jumbo-formule, zoals dat dan heet, die zal niet veranderen door technologie. Maar technologie kan dat wel heel erg versterken. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen, dat sneller versterken. En Jumbo is ook een heel hard groeiend bedrijf. Dus even los van of je heel erg andere dingen wil doen. Een heel hard groeiend bedrijf heeft ook gewoon veel meer IT en technologie nodig. Om ervoor te zorgen dat die groei gefaciliteerd kan worden. Dus we willen eigenlijk 2 dingen. 1, de groei faciliteren. En 2, daadwerkelijk steeds meer functionaliteit bieden aan onze klanten, waar onze klanten op zitten te wachten. En daar is de Jumbo Tech Campus voor opgericht en voor gestart. En hoe bepalen jullie wat voor soort functionaliteit dan gewenst is door die gebruikers? Hebben jullie daar een beeld bij? Er wordt een Jumbo Tech Campus opgericht. Een van de doelen die je zegt is de functionaliteit bieden die nodig is om jullie producten sneller en op een prettige manier bij de mensen thuis krijgen. Maar heb je dan krijg je feedback van al die klanten van jullie op wat voor manier ze graag bediend willen worden met digitaal? Of? Ja, zeker. En we vragen ook heel graag om feedback van onze klanten. Dus hoe bepalen wij wat wij moeten doen? Dat laten wij heel erg afhangen van wat onze klanten willen en doen. We hebben natuurlijk heel veel winkels. We hebben 664 winkels. Daar lopen enorm veel klanten in rond. We zijn de 2e grootste supermarkt van Nederland. Dus vrij veel klanten die daadwerkelijk ook echt wel, waar wij mee in contact staan. Want alle medewerkers van Jumbo die praten dagelijks met onze klanten. En we hebben vrij goede systemen in het bedrijf, waardoor die feedback van onze klanten ook daadwerkelijk bij ons komt, de techneuten van het bedrijf. En daar doen we wel heel erg veel mee. En we hebben ook een online supermarkt. Je kan bij Jumbo tegenwoordig ook online boodschappen bestellen. En dat is heel fijn, want dan zit je heel dicht vanuit de IT-afdeling, heel dicht op je klant. Je kan precies zien hoeveel orders er binnenkomen, hoe mensen reageren op de nieuwe functionaliteit die je gebouwd hebt. En daar zijn we gewoon dagelijks heel veel en vaak mee bezig. Dus zo krijgen wij vrij veel input van onze klanten. Ja, en daar proberen we zo goed mogelijk om te zetten in mooie nieuwe dingen die we weer kunnen maken voor ze. Ja. En waarom is het nou noodzakelijk om een losse Jumbo Tech Campus hiervoor op te richten? Apart gezet, jij bent ervoor aangetrokken. Met een aparte focus, waarom is dat nodig? Wat we belangrijk vonden is dat we als IT-afdeling alles bij elkaar hadden. Wij komen vanuit de situatie waarin we verschillende IT-afdelingen hadden, of stukken in de IT-afdeling hadden. En Jumbo wil graag een omni-channel strategie hebben. Dat betekent dat de klanten die bij ons in de winkels lopen,
zijn ook de klanten die bij ons online bestellen. Dat is gewoon dezelfde klant. En je wil ook graag dat de tools waarmee je werkt, zowel in de winkel als in de, als je op je mobiele app bijvoorbeeld je online boodschappen bestelt, dat dat hetzelfde voelt en hetzelfde werkt. En daarom vonden wij het belangrijk om die hele IT-afdeling samen te voegen. Dus één proces, ook één cultuur, ook één manier van werken, zodat dat als één geheel voelt, zodat je als klant ook echt één Jumbo ziet. En dat is ja, dan is het goed om dat binnen een Jumbo Tech Campus te organiseren. Ja, en hebben jullie dat concept om dat op die manier te organiseren nog specifiek afgekeken van een andere partij? Of was dat echt compleet jullie eigen idee? Zie je dat veel bij andere partijen ook, om dat op zo'n manier te organiseren? Nou, wij zeggen altijd, wij willen graag best practices implementeren. Dus echt het wiel opnieuw uitvinden over hoe je een IT-afdeling opzet en hoe je het structureert. Dat is niet iets waar we veel mee bezig zijn. Wij hebben een agile organisatie gemaakt van de Jumbo Tech Campus. Dat betekent dat we georganiseerd zijn rondom multidisciplinaire teams. Dat zijn teams van tussen de 5 en 8 mensen. Scrum, dat is iets wat heel veel gebruikt wordt in de IT-wereld. Ik denk dat de meeste luisteraars al weten wat dat betekent. Maar dat betekent dat in een team zitten designers, testers, software developers. En die kunnen met elkaar echt software van begin tot het einde ontwikkelen. En op die manier kun je ook snelheid maken en krijg je ook een lerende organisatie. Dat is denk ik ook een heel belangrijke facet van de Jumbo Tech Campus. Een veel gehoorde uitdaging die ik bij veel van onze klanten bijvoorbeeld zie, maar die zul jij ook herkennen, denk ik. En ik heb er ook iets over gelezen in de blogs die jullie geschreven hebben, is het verbinden van technologie aan de business. Of aan wat de business wil, of wat een klant precies wil. En als ik het goed heb begrepen, hebben jullie daar ook een manier voor gevonden, in een combinatie volgens mij met een rol van een product owner en volgens mij ook wel misschien de rol van een pathfinder. Of misschien, ja, klopt. Ja, zie je die ook voor andere dingen. Maar hoe zorgen jullie voor die verbinding? Dat het niet een soort technologiefeest wordt, het bouwen van een nieuw platform of het bouwen van de digitale toekomst van Jumbo. En hoe zorg je dat er echt constant businesswaarde wordt opgeleverd? Dat net datgene wordt gemaakt wat ook nodig is voor jullie bedrijf en jullie organisatie. Ja. Ja, dat is echt heel belangrijk inderdaad. Dat je contact houdt, dat je dingen samen opbouwt, dat je samen doet. En we hadden het er net even over dat de Jumbo Tech Campus een apart bedrijfsonderdeel is. Het is wel een centraal georganiseerde IT-afdeling, maar dat betekent niet dat wij losstaan en niet praten met de rest van Jumbo. Dat zou ook bijzonder onverstandig zijn volgens mij. Dus oktober vorig jaar hebben we eigenlijk best een echte organisatieverandering gedaan, waarin we dus die teams hebben gevormd. Maar die teams die maken software, die hebben ook product owners. En die product owners, dat zijn eigenlijk mensen die bedenken wat die teams gaan maken. Dus welke businesswaarde die teams gaan toevoegen aan de Jumbo formule propositie. Of wat we voor onze klanten gaan doen, om het wat eenvoudiger te zeggen. En die product owners die werken niet bij IT. Die product owners die werken voor de meest logische afdeling binnen Jumbo. En waarom is dat dan de meest logische afdeling? Omdat die het beste weten wat onze klanten op dat vlak willen. Of onze gebruikers. Want als je logistieke software maakt, Jumbo heeft natuurlijk ook een heleboel software die niet direct in handen van onze gebruikers is, maar die waar onze medewerkers mee werken. Dus bijvoorbeeld de product owner die gaat over een warehouse management systeem, die werkt bij het warehouse. Die werkt in de logistieke afdeling van Jumbo. En op die manier weet hij heel goed wat er voor die afdeling belangrijk is. Die kan dan vervolgens een backlog maken, een lijst met dingen die we graag willen doen. Het item wat het meeste businesswaarde heeft, zet hij bovenaan. En zo werken wij zeg maar altijd aan hetgeen wat het meeste businesswaarde heeft. Lukt het om dat item met die meeste businesswaarde bovenaan te zetten? En als het stukje functionaliteit ook klaar is, wordt dat dan ook zo gezien door die business, door dat warehouse bijvoorbeeld? Steeds beter. Ik bedoel, we hebben 40 teams, dus er zal vast en zeker wel hier ergens nog teams zitten waar dat wat moeilijker gaat. Maar ik zie wel in het laatste jaar een enorme verbetering op dat vlak. Om dat zeg maar wat beter uit te leggen, is dat als wij nu meetings hebben over bijvoorbeeld een IT-project waar we wat tegenvallers hebben. Ik bedoel, IT-projecten zijn erg complex en ingewikkeld. Dat gaat natuurlijk niet altijd allemaal in één keer goed. En een jaar geleden hadden we dan heel erg de discussie van, ja, waarom gaat het binnen IT niet goed? En nu heb je veel meer de discussie, hey, waarom hebben wij dit niet helemaal voor elkaar gekregen? Vanuit dus de Jumbo Tech Campus, dat je het naar jezelf kijkt? Of? Nee, wij als in wij Jumbo. Dus dan zit je ook met de mensen om tafel, die dus met de product owner, de product manager en ook voor prioriteiten discussies. Ja, ik heb in meerdere bedrijven gewerkt en ik ben wel eens vaker verantwoordelijk geweest voor software development binnen een bedrijf. En ik heb nog nooit meegemaakt dat je tijd zat had en dat je eigenlijk op zoek was naar werk. Eigenlijk ben je altijd
altijd, heb je altijd veel meer werk dan dat je kan doen. Dus je hebt altijd een prioriteitendiscussie. Wat doen we eerst en wat doen we later? En die doen we nu ook echt met z'n allen, die prioriteitendiscussie. Het is niet IT zegt, we gaan eerst dit doen en we gaan dan dat doen. Nee, we gaan nu echt als bedrijf bepalen wat er belangrijk is en waar we aan gaan beginnen. En hoe hebben jullie voor elkaar gekregen dat die stap is gemaakt van dat zij van IT project niet op tijd opleveren naar wat kunnen wij beter doen? Van hoe heb je dat voor elkaar gekregen van zij naar wij? Ja, dat is eigenlijk meer een proces wat je doormaakt. Ik denk dat de oorsprong daarvan zit, is dat we ook het moment waarop wij Agile implementeren, dus die product owners, product managers, scrum teams, pathfinders, waar ik ook nog even graag wat over wil zeggen. Ja. Dat plan, dat hebben we gemaakt echt met z'n allen. Dus niet vanuit IT verteld van zo moeten jullie het doen allemaal. Nee, we hebben daar gewoon vrij breed hebben we dat bedacht. Dus ik denk dat heel erg geholpen heeft. Het andere is ook dat commerciële teams en operationele teams, die zien natuurlijk ook dat de wereld aan het veranderen is. Dat ze steeds meer bezig gaan met technologie. Dus mensen vinden technologie ook gewoon interessanter dan dat misschien 4-5 jaar geleden was. En omdat iedereen daar gewoon meer mee bezig is, krijg je ook meer een bredere technologiediscussie dan alleen maar vanuit de IT-afdeling. Ja. En hebben jullie daar nu voordeel van of nadeel van dat jullie nu, of eigenlijk 2 jaar geleden, die Jumbo Tech Campus hebben opgericht en niet al 5 jaar geleden? Want als je het 5 jaar geleden had gedaan, ik heb tot de indruk dat bijvoorbeeld dat een aantal supermarkten in Nederland daar al lange tijd geleden helemaal op het digitale vlak zijn gestort. En hebben die nou juist voordeel daarbij? Of hebben die juist nadeel door een soort wet van de remmende voorsprong? Of is dat eigenlijk niet te zeggen? Ja, dat zou ik niet weten. Want ik merk wel dat omdat we vanuit de Jumbo Tech Campus nu kunnen leren van wat andere bedrijven goed en fout gedaan hebben, dat wij harder gaan. Dat is natuurlijk wel zo dat wij, onze blikveld is echt niet alleen maar intern gericht. Ja. Wij kijken ook heel erg naar buiten van, weet je, we gaan niet overal het wiel opnieuw zelf uitvinden. Nee, want die best practices waar je het over hebt, die komen natuurlijk onder andere vandaan bij de plekken waar het al eerder fout is gegaan. Dus dat is een heel groot voordeel dat je daar gebruik van kan maken. Maar speelt daar vooral jouw eigen ervaring bij bijvoorbeeld Coolblue of KPN een rol in? Of ook inderdaad heel veel van buitenaf ervaringen die jij niet zelf hebt opgedaan, maar vanuit andere organisaties waar je naar kijkt? Hoe vind je die best practices en hoe pas je die vervolgens toe? Weet je, op zich kan je wel veel lezen en veel kijken naar andere bedrijven, maar als je er niet zelf gewerkt hebt, is het toch heel lastig om precies te weten wat daar nou gebeurde en hoe het in elkaar zit. Dus dan krijg je het altijd indirect. Dus op zich het feit dat ik heb inderdaad bij KPN gewerkt, ik heb bij TomTom gewerkt, ik heb bij Coolblue gewerkt. Dat zijn wel bedrijven waar we ook echt op het gebied van technologie grote sprongen hebben gemaakt in korte tijd. Dat is wel ervaring die heel erg fijn is om te hebben en die je ook echt heel goed kan gebruiken. En weet je, mijn afdeling bestaat natuurlijk niet alleen uit mij, gelukkig. Dan zou ik het echt nooit redden. Binnen de afdeling werken nog een heleboel andere mensen met ook heel veel ervaringen bij heel veel andere bedrijven. Dus ook die nemen allemaal hun ervaringen mee. En ik denk zelf dat we het meeste leren, het meeste van de best practices goed toepassen door op grond van de ervaring van de medewerkers van de Jumbo Tech Campus. Maar die ervaring is echt niet allemaal binnen Jumbo opgedaan. Die is ook van buitenaf gekomen. Ja. Ja, dat is mooi als je die bij elkaar kan brengen en dat daadwerkelijk kan toepassen. En die cultuurverandering waar je het over had, ook voor elkaar te krijgen daarmee. Dat is volgens mij heel veel waard. Hè? Wat jij net aangeeft, dat het nemen van beslissingen echt een gezamenlijk ding is. Ja. En niet alleen maar een IT-verantwoordelijkheid. Ja. Volgens mij is dat een hele grote sleutel. En is ook waar veel bedrijven naar op zoek zijn nog steeds. Hoor. Nou, weet je wat ook heel erg helpt bij Jumbo? Is dat Jumbo is een familiebedrijf. En het is ook een heel plat georganiseerd bedrijf. Dus er is niet een hele hoge hiërarchie om een beslissing te nemen. Ik denk dat echt een onderdeel van dat succes heeft te maken met het feit dat we snel een beslissing konden nemen welk pad we in zouden gaan. En als dat pad dan ook niet helemaal goed bleek te zijn, konden we even terug en dan konden we weer een ander pad inslaan. Ja. En is het nou anders om een technologieafdeling op te bouwen in een omgeving zoals Veghel? In plaats van in de Randstad. Hè? Iedereen heeft het altijd over Amsterdam. Nou, misschien nog Rotterdam als het gaat om hippe technologiebedrijven. Booking, TomTom noemde je net. Ja. En dan zit je in Veghel. Kun je daar een goede techcampus opbouwen eigenlijk? Weet je, toen ik begon te werken, dacht ik ook van dat wordt misschien ook echt nog wel lastig. Want een van de dingen die we willen binnen de Jumbo Tech Campus is, we willen heel graag veel interne medewerkers. Want als je graag echt wil innoveren en je cultuur wil bouwen, is het verstandig om mensen echt bij Jumbo te hebben.
Dus ik ging daar met een soort bias begon ik eraan. We waren daarmee bezig. Toen dat bleek echt enorm mee te vallen. Het gaat eigenlijk prima. Niet eigenlijk, het gaat prima. Dus ik heb later eigenlijk meer, zeg maar, met terugwerkende kracht gedacht van hoe kan dat nou dat dat ook gewoon lukt in Veghel? Hoe werkt dat dan? En Veghel is dicht bij Eindhoven, is vlakbij Eindhoven. En Eindhoven is echt wel een internationale hub. Daar is alles. Er zijn internationale scholen. En wij werven natuurlijk vooral heel veel in het buitenland. Dus eigenlijk, het maakt niet zo gek veel uit of je dat in Veghel wil doen of in Rotterdam. Dus de faciliteiten zijn er. En het gaat ook gewoon fantastisch. Maar je zegt natuurlijk werven wij heel veel in het buitenland. Interessant, want ik denk dat voor heel veel mensen dat helemaal niet zo natuurlijk is. Waarom werven jullie zoveel in het buitenland? Mooie Hollands bedrijf, Jumbo. Zeker, ja. Wij zijn op zoek naar software developers op een heleboel technologische gebieden. En het is binnen Nederland echt wel lastig om mensen te vinden die dat allemaal willen doen. Het is niet zozeer lastig om ze naar Veghel te halen. Het is wel lastig binnen Nederland voor alle bedrijven waar ze ook zitten om de goede mensen te vinden. En we willen ook een snelle transitie. Wij willen vrij snel 80% intern personeel hebben. Omdat we die snelheid willen maken, lukt het ons gewoon niet om dat allemaal in Nederland te vinden. Nee. En vandaar dat wij naar het buitenland kijken. Ja. Kun je iets vertellen over de doelstelling van de Jumbo Tech Campus? Misschien de doelstelling nu en de komende jaren? Wat wij vooral proberen te doen is op een hele moderne manier software te maken. En wat bedoel ik daar dan mee? Want dat wordt waarschijnlijk dan je volgende vraag. Nou, je kan zeg maar IT maken op meerdere manieren. En de manier waarop het veel gebeurt is dat er nagedacht wordt over hoe een softwareproduct eruit moet zien. Dan gaat er heel lang wordt er gebouwd en nagedacht en test. En op een gegeven moment wordt er in één grote Big Bang wordt dat allemaal gereleased. En dat is een strategie. Alleen het nadeel daarvan is dat je, terwijl je dat aan het doen bent, gaat daar tijd overheen. En heel vaak veranderen de wensen van hetgeen wat je doen wil. Of de markt verandert weer. De technologie ontwikkelt zich hartstikke snel. Dus het kan ook zijn dat er dan weer nieuwe technologieën komt die je eigenlijk had willen gebruiken. Dus dat is een nadeel ervan. En het andere is, zo'n hele grote Big Bang release die je dan doet, zorgt ook heel vaak dat je systemen instabiel worden. Dus je hebt heel vaak daarna operationele problemen om gewoon je IT draaiend te houden. Dus die strategie, daar zijn we van afgestapt. En wat we vanuit de Jumbo Tech Campus vooral willen doen is releases heel klein maken. Dus alle software en alle businesswaarden die we leveren, dat proberen we zo klein mogelijke brokjes op te delen. Zodanig dat we dat ook in kleine brokjes kunnen releasen. En dan zijn we ook veel flexibeler, kunnen veel sneller aanpassen. Dus dat is een groot voordeel ervan. En een ander voordeel, wat ik ook altijd heel belangrijk vind, is dat als je werkt binnen de Jumbo Tech Campus, dan ben je designer of je bent tester of je bent developer of analist. Dan is het ook fijn om resultaten te zien van je werk. Je wil eigenlijk gewoon heel graag hetgeen wat je bouwt zo snel mogelijk in handen van je gebruikers hebben of van je klanten hebben. En als je alles heel klein maakt, dan zie je ook veel sneller effect van hetgeen wat je gedaan hebt. Als je iets goed doet en je geeft het aan klanten en ze gaan opeens veel meer bestellen of het logistieke proces loopt opeens heel veel beter, dan krijg je direct die feedback. Dus je leert gewoon heel veel sneller. Ja. Dus als je echt de innovatie graag wil organiseren binnen je afdeling, dan zou ik iedereen aanraden, maak dingen heel klein, zodanig dat je heel snel kan leren. En het andere grote voordeel is, dan is fouten maken ook veel minder erg. Want het gaat nog steeds heus wel af en toe fout. Alleen, het gaat maar op een klein stukje fout. En dan kan je het ook sneller leren hoe je het de volgende keer wel moet doen. Maar bovendien is gewoon ook de consequentie ervan veel minder groot. Dus ook al je systemen en alles wordt er veel stabieler van. En innovatie in de supermarktbranche is natuurlijk volgens mij cruciaal. Althans, ja. Een paar jaar geleden hadden we de prijzenoorlog. Misschien nog steeds een beetje. Maar ik heb het idee dat het nu haast een soort, nou, ik wil niet zeggen innovatieoorlog is, maar je ziet zeker in andere landen, Amerika, echt verschrikkelijk veel gebeuren. Food wat wordt gemixt met non-food. Allerlei bezorggekkigheid. Drones die gaan. Zover zijn we nog niet. Nee, jullie zijn volgens mij ook gewoon een hele praktische, puur Nederlands bedrijf. En dat is heel erg te waarderen volgens mij. Maar hoe belangrijk is dat soort innovatie voor jullie? Want dat is ook innovatie. Hè? Dus echt veranderende, grote stappen, veranderende businessmodellen. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Zijn jullie daarmee bezig? Ja, natuurlijk zijn we daarmee bezig. Maar wat mij betreft is het nog belangrijker om te zorgen dat je kan inspringen op de kansen die de markt biedt. En dat is waar we vooral heel erg mee bezig zijn. Ja, en is dat dan een Jumbo Tech Campus verantwoordelijkheid? Of is dat een Jumbo verantwoordelijkheid?
dat is natuurlijk een Jumbo-verantwoordelijkheid. Want inmiddels zijn wij echt niet meer een losstaande afdeling die in zichzelf gekeerd is. We zijn juist een afdeling die veel naar buiten kijkt en ook veel naar buiten binnen Jumbo kijkt, zeg maar. Ik vind het ook fijn dat iedereen invloed heeft op hetgeen wat wij maken en waar wij in gaan innoveren. Want wij hebben misschien wel verstand van technologie, maar wij hebben minder verstand van het logistieke proces bijvoorbeeld. Of we hebben een prachtige klantenserviceafdeling en die zitten de hele dag met onze klanten aan de lijn. Ja, die weten er echt meer van dan dat wij dat weten. Dus als wij vragen hebben over hoe kunnen we het beste een scherm opbouwen, dan is het heel belangrijk dat wij met onze klanten of met onze klantenserviceafdeling praten. En dat doen we dan ook heel erg veel. Ja. En ligt daar dan ook een rol voor die Pathfinder? Of interpreteer ik dat verkeerd? Kan je daar iets over vertellen? Want ik vond het wel een intrigerend concept. Ja. De Pathfinders die hebben een heel aantal doelen. Dus eigenlijk, wij hebben de afdeling, de Jumbo Tech Campus is opgebouwd uit 3 grote stukken. Waarin vooral heel veel teams zitten. Dus we hebben een stuk dat gaat over core. Dat zijn alle logistieke afdelingen en alle zeg maar wat meer interne software die we nodig hebben. We hebben een afdeling die gaat vooral over store en data. Dat gaat over de BI-systemen en over de kassasystemen. Dus de systemen die in de winkel staan. En we hebben een afdeling digital en dat gaat over de online software. Nou, die 3 grote afdelingen, daar zitten 40 teams in. 400 mensen, 40 teams. En dat werkt eigenlijk als losse eenheden. Maar dat is ook wel iets, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Want wij vinden het niet erg om fouten te maken. We vinden het heel fijn om ervan te leren. Maar we vinden het wel een beetje onhandig om 40 keer dezelfde fout te maken. Dat is ook weer iets wat we niet willen. Daarom hebben wij een aparte organisatie. Dat is dat noemen wij de Pathfinders. De Pathfinders zijn ongeveer 15 man groot. En dat zijn eigenlijk een beetje de goeroes van onze afdeling. Die zijn goed in 1 specifieke skill. En dat is vaak ook echt een hard skill. Dus we hebben iemand die heel erg goed is in design. Dus een echte fantastische, goede designer. En die helpt ook eigenlijk zeg maar alle teams daarbij. En we hebben iemand die heel goed is in testen. We hebben mensen die heel goed zijn in bepaalde technologieën. En deze Pathfinders, die hebben een heel aantal dingen die ze doen. Maar een van de dingen die ze echt doen, is heel veel met al die teams praten. En als ergens een team iets slims heeft verzonnen, of de Pathfinder zelf heeft iets slims verzonnen, dan probeert hij die kennis ook vervolgens te delen met alle andere mensen. Dus het zijn een soort supercoaches op een bepaalde skill. Dus dat is één van de taken die ze hebben. Ja. Nou is het natuurlijk ook zo dat we af en toe projecten willen doen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om ook supermarkten in België te openen. Nou, in België, als je dat wil doen, dan moet ook echt de IT flink aangepast worden. Maar je kunt niet echt tegen 1 team binnen Jumbo zeggen, wil jij eventjes de software voor België maken? Want dat kunnen ze helemaal niet, want je moet allerlei systemen aanpassen. Dus daar heb je gewoon meerdere teams voor nodig. Ja. En dan is een Pathfinder iemand die ook heel goed zeg maar dat allemaal aan elkaar kan knopen. Die plannen kan verzinnen die breder zijn dan 1 team. Dus daar zijn Pathfinders ook mee bezig. En die werkt dan samen met bijvoorbeeld die product owners van die teams of zo. Zeker, om te bepalen wanneer prioriteit moet gaan krijgen. Ja, en een Pathfinder praat ook heel veel met allerlei andere mensen die binnen de commerciële teams of de operationele teams bezig zijn. Dus bijvoorbeeld de Design Pathfinder die is heel erg bezig met gebruikersonderzoek en met klantenservice wat daar binnenkomt. Of wij maken ook gewoon rapportages over waar over gebeld wordt. Dus dan kunnen we ook zien welke vragen er specifiek gesteld worden, zodanig dat we daar juist iets kunnen doen. En dan een Pathfinder kan dan heel goed zo'n vraag vertalen in iets wat je dan daadwerkelijk echt moet doen. Niet zo dat de klanten zeggen, je moet even dit en dit knopje zo en zo aanpassen. Nee, het werkt niet en ik weet niet van, ik kom niet verder. Help. Ja. Even terug naar de vraag over innovatie. Jullie zijn niet bezig misschien met een bezorgdrone. Maar waar denk je wel dat jullie echt moeten staan in 2025? Wat zou er echt veranderd zijn in de supermarkt Jumbo van vandaag ten opzichte van die in 5-6 jaar? Een van de dingen die ik denk dat we in de komende jaren echt aan gaan pakken en nog verder aanpakken dan dat we nu al doen. Wij willen heel graag een omni-channel strategie. En ik ga ook even uitleggen wat we daarmee bedoelen. Dat lijkt me goed. Omni-channel, daarmee bedoelen we dat je kan in de webshop of op een mobiele app kan je boodschappen doen en je kan in de winkel boodschappen doen. En ik denk dat wij veel meer die boel gaan integreren. Dus echt zorgen dat ook technologisch gezien meer 1 geheel wordt. Moet ik dat zien als dat ik een klant ben bij Jumbo en soms haal ik wat in de winkel en soms bestel ik wat op mijn app en dan komt het thuis bezorgd en dat gewoon 1 logische lijn wordt in mijn week van boodschapbehoeften? Ja,
Ja, en dat je geen zin hebt om je katjes bier allemaal zelf in de auto te tillen en thuis te brengen, maar dat je dat dan eventjes laat bezorgen, bijvoorbeeld zoiets dergelijks. Ja. Dat klinkt ideaal. Ja. Lijkt mij heerlijk, ja. Zo makkelijk mogelijk maken om boodschappen te doen. En dat is wat we graag doen. Ja. En wat zijn de belangrijkste bedreigingen daarin die jij ziet? Om dat niet te gaan halen. Dus waar moet je voor zorgen dat je daar komt? En wat kan jullie eventueel tegenwerken in die reis? Nou ja, ik denk eigenlijk dat dit wel kan. Er is niks wat jullie nou ja, kan overkomen. Weet je, kijk, ik denk dat het meer. Ik denk dat je het meer moet zoeken in timing. Het is meer hoe snel kan je dit? En hoe. Dus vandaar dat ik, weet je, zo'n organisatie flexibel maken, zorgen dat die snel kan reageren op wat er speelt. Zodat je, als er iets op je pad komt, dat je zo snel mogelijk over die drempel heen kan. Ik denk dat het belangrijkste is. Maar ik denk, ja, weet je, als je ziet gewoon hoe snel wij ons ontwikkeld hebben in de laatste 2 jaar en hoe. Ja, ik ben best wel een beetje trots op het team wat er nu staat. Ja, nee, je bent iemand die denkt in mogelijkheden volgens mij en oplossingen. Ja, ik vind het ook echt een moeilijke vraag. Ja, dus er is altijd een pad. Er is altijd maar een pad. Je moet waarschijnlijk hard voor werken en, dat zeker, en creatief ja. blijven. Ja. Nou, dat is juist goed. Nu we het daar toch over hebben. Wat volgens mij is ook leuk om een paar vragen over jou te stellen meer. Ondanks dat jij het uiteraard niet alleen doet. Maar jij bent van Coolblue naar Jumbo gegaan. Ja. Coolblue. Nou, een fantastisch bedrijf. Ook zo'n Nederlands bedrijf waar, denk ik, de gemiddelde Nederlander ontzettend trots op is. Ja, ik wel in ieder geval. Ja, ja. Waarom maakt je de overstap? Ik heb met heel veel plezier bij Coolblue gewerkt. Altijd. Fantastisch bedrijf. Ik ben daar ook wel trots op. Ik vind ook heel leuk dat ik daar onderdeel van heb mogen zijn. De reden waarom je overstapt is natuurlijk gewoon de uitdaging die er vervolgens weer verder voor je ligt. En Jumbo is een... ten opzichte van Coolblue een enorm bedrijf. Het is echt heel groot. 80.000 medewerkers en een heleboel winkels. Het is voor mij is het, zeg maar, als je het dan vanuit de technologie bekijkt, wat ik erg leuk vind, is dat je niet alleen maar een e-commerce stuk hebt, maar dat je ook logistiek en dat je ook BI en ook de dingen in de winkel hebt. Dus het is gewoon een veel bredere technology stack. Dus dat maakt het leuk. En alles wat je doet, heeft zo vreselijk veel impact. Voor mij voelt het als het is. Het, heel veel dingen lijken op Coolblue. Dus is ook wel. Dus veel uitdagingen zijn ook wel. Kan je wel vergelijken. Maar alles gewoon 10 keer zo groot. En dat is dat vind ik heel leuk. Ik heb heel veel plezier bij Coolblue gewerkt. En ik werk met heel veel plezier bij Jumbo. Dat is niet zo dat. Ja, maar dat is wel de reden dat ik toen die overstap heb gemaakt. Ja. Ik snap de uitdagingen en ik snap ook de aantrekkingskracht daarvan. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij een aantal voorwaarden voor jezelf had. Voor oké, ik wil dat gaan doen. Maar dan wil ik wel dit en dit en dit terugkrijgen vanuit Jumbo. Dus bepaalde voorwaarden over de manier van werken. Of vrijheden bijvoorbeeld die je voor jezelf in ieder geval wilde. Waren die er? Nou ja, voor mij is het ongeacht welk bedrijf. Ik heb bij TomTom gewerkt, bij Coolblue gewerkt en bij Jumbo gewerkt. En dat zijn alle drie bedrijven die heel plat georganiseerd zijn. En voor mij is dat een voorwaarde. Omdat je, als je een goed idee hebt, dat je het daadwerkelijk voor elkaar kan krijgen. Dus voor mij is snelheid kunnen maken en de vrijheid krijgen om die snelheid met je afdeling te kunnen maken, is voor mij heel erg belangrijk. En dat was wel een soort van voorwaarde die ik bij Jumbo had. Dat is overigens voor Jumbo niet een hele ingewikkelde voorwaarde. Want dat zit al zo in dat bedrijf gebakken. Iedereen is daar heel ondernemend en heel passievol. Dus ja, we kunnen echt wel opschieten binnen Jumbo. Ja, het bedrijf groeit ook gewoon hard. Dus dat lukt natuurlijk ook niet als je niet zo'n bedrijfscultuur hebt. Dus ik denk dat die cultuur van Jumbo die er eigenlijk al was, dat was voor mij eigenlijk wel een voorwaarde. Ja, klopt. En heb jij om je heen een team van mensen die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van de Jumbo Tech Campus? Natuurlijk heb je de 40 teams die de software bouwen. Ja. Maar heb jij ook echt een team om jou heen? Of waar jij in zit die trekkersrol vervullen? Ja, zeker. Sowieso maak ik onderdeel uit van de IT-afdeling van Jumbo. Dus de Jumbo Tech Campus, die bouw ik niet in mijn eentje. Ook niet. Ik heb allemaal collega's die mij helpen. Er zijn mensen die bezig zijn met portfolio. Mensen die bezig zijn met architectuur. Mensen die bezig zijn met operations. Natuurlijk heel belangrijk. We doen dat met z'n allen. En ik heb natuurlijk binnen mijn afdeling, ik stuur die 40 teams echt niet allemaal in mijn eentje aan. Dat zou nooit gaan. Wij zijn eigenlijk gewoon opgebouwd zoals de meeste organisaties opgebouwd zijn. Ik heb een aantal development managers, 3 om precies te zijn. En ik heb ook nog een lead van de Pathfinders. En dat is eigenlijk het JTC management team, zoals we dat noemen.
En ja, wij voelen ons wel enorm verantwoordelijk voor alles wat er binnen de Jumbo Tech Campus gebeurt. En trouwens, we hebben ook nog, dat vind ik ook nog wel leuk om te vertellen, de teams, de 40 teams, die zijn eigenlijk geclusterd in stukken van twee. Dus twee teams vormen één cel, zoals we dat noemen. En die hebben een teamlead. En zo'n teamlead heeft een hele belangrijke rol. Dat is een soort meewerkend voorman. Die kan in ieder geval één van de skills die in dat team aanwezig is. Het zijn heel vaak software developers die ook leiding zijn gaan geven. Maar die teamleads die doen eigenlijk twee dingen. Die helpen mensen met hard skills. Dus met het beter worden in het vak wat ze uitoefenen. Software development, testen, designen, whatever zo'n medewerker doet. Maar ze zijn ook heel erg bezig met het coachen op soft skills. Want wij geloven heel erg dat een team wat heel goed samenwerkt een heel veel krachtiger team is dan als je allemaal spitsen zeg maar in een team zet. En die teamleads die vervullen daar een enorm belangrijke rol in. En we hadden het daar straks al eventjes over de pathfinders. Een van de redenen waarom wij ook pathfinders hebben is als je een teamlead vraagt om de hard skills in een team te managen, dat kunnen ze niet altijd. Want als jij van oudsher software developer bent, is het best heel lastig om iemand te coachen op het gebied van design of op het gebied van analist zijn. En daarom zijn pathfinders er ook. Want op het moment dat zo'n teamlead er tegenaan loopt, dan kan die hulp vragen van de pathfinders. Help mij alsjeblieft om deze design, om het werk van deze designer te beoordelen. Of om code guidelines op te stellen. Of om design guidelines op te stellen. Of testing principles. Dus dat is eigenlijk een soort samenwerking weer tussen die pathfinders en die teamleads. En dit principe hebben wij nu zeg maar ongeveer een jaar geleden ingevoerd. En dat heeft de afdeling enorm versterkt. Ja. Het ja. maakt echt dat je een ja, soort, als je het dan hebt over cultuur bouwen en zo, dat zij hebben daar een heel belangrijk onderdeel in. En we zijn ook wel heel erg keen op welke mensen we daar selecteren. Dat is wel heel veel mensen die in die rol, die hebben we van buiten aangenomen. Wij hadden nou eenmaal heel veel externe, dus wij nemen sowieso heel veel mensen van buiten aan. En wij weten heel goed dat dat de cultuurbouwers van onze organisatie zijn. En ja. Nou, dat doen ze ook fantastisch. Dit klinkt in alles wat je vertelt, als je terugvalt ook op de teamleads en de pathfinders. Dat je veel met die zelforganisatie bezig bent. Hè? Eigenlijk jezelf misschien wel zo misbaar mogelijk maken. Ja. Is dat ook daadwerkelijk wat jij belangrijk vindt? Dat je niet echt de baas bent waar iedereen constant op moet terugvallen, maar dat je mensen zoveel mogelijk zelf laat organiseren? Jazeker, anders kan ik geen podcast opnemen. Nee, met jou. Precies, daar heb je er dan tijd zat voor. Nee, natuurlijk. Het is zeker heel erg belangrijk dat je, als je leiding wil geven aan een organisatie zoals deze, dat je heel erg je er bewust van bent dat het niet om jou gaat. Binnen Jumbo hebben wij het wel eens over het frietzakmodel. En nou is friet niet het meest gezonde wat je kan eten. Dus ik noem het altijd een cherrymodel. Maar het gaat erom dat je als je een frietzak hebt of een patatzak. Als je in Brabant bent of in Nederland. Hangt van de luisteraar af hoe ik dat moet zeggen. Maar als je zo'n frietzak hebt. Dan heb je zeg maar patatjes bovenop en onderin zit het puntje. En wij zeggen altijd Jumbo moet eigenlijk een frietzak zijn. Het gaat om de mayonaise en de patatjes die bovenop liggen, dat zijn onze klanten. Die zijn het allerbelangrijkste. En dan daaronder heb je de winkels of de online winkel. En dat is namelijk het eerste wat een klant tegenkomt. Dus de medewerkers die in een winkel wonen, soms wel misschien, maar zo. In een winkel aan het werk zijn, die zijn heel erg belangrijk voor Jumbo. Dus als manager moeten wij die faciliteren. Ja. Nou, dan heb je iets met middelmanagement of een hoofdkantoor. En dan ergens helemaal in het puntje, daar komen wij managers. En het enige, ons eigenlijk is het belangrijkste wat wij moeten doen, is zorgen dat de rest zijn werk kan doen. En zo moet je altijd ook echt je rol zien. Ja, mooi. En is dat ook jouw drijfveer om op die manier je werk te doen? Of zijn er ook nog andere dingen die jij gewoon heel belangrijk vindt in het dagelijks leven, in het wonen bij de Jumbo Tech Campus? Maar zeg. Ik woon ook niet hoor. Ik ga ook nog wel eens naar huis. Oh. Maar die jij heel belangrijk vindt, de bepaalde waarden of principes die je probeert te hanteren iedere dag? Je wil een organisatie ook bouwen. Dus je wil ook graag dat je iets. Dat als je een techteam leiding geeft, dan doe je dat niet om dat een jaar goed te laten gaan. Dat doe je om voor de komende jaren of tientallen jaren voor een bedrijf iets goeds te organiseren. Ik ben wel altijd erg gefocust op die langere termijn. Zorgen dat het voor de langere termijn goed gaat. Zorgen dat je technologisch gezien ook een langere termijn architectuur neerzet. Dus ik ben veel bezig met die langere termijn. En ik ben ook heel erg bezig met die lerende organisatie. Dat is natuurlijk omdat dat helpt voor je korte termijn. Want ja, ze worden gewoon snel beter en daardoor maak je betere software. Maar een ander effect daarvan is dat mensen vinden het heel fijn om te werken binnen een lerende organisatie. En
iets wat je echt niet kan hebben binnen een technische afdeling, dat mensen heel snel weer weggaan. Je wil graag dat mensen, als ze eenmaal bij je werken, dat ze ook langer blijven, want dan bouw je kennis op. Gefocust zijn op een lerende organisatie doe je dan ook, omdat je dan een sterk team kan bouwen. Ja, en een gelukkige organisatie met gelukkige mensen. En het is ook leuk om naar kantoor te komen. Dat is ook wel fijn. Ja, het is praktisch, hè, dat mensen lang blijven, maar het is ook inderdaad, je zei net, als per ongeluk wonen. Maar je spendeert er natuurlijk veel tijd. Zeker. Dus als het een prettige werkomgeving is dat heel belangrijk volgens mij. Ja. Misschien een van mijn laatste vragen. Ik zei het net al een beetje. De supermarktwereld verandert heel erg. Ja. Jij neemt een heel stuk eigen ervaring mee. Vanuit bedrijven, vanuit andere takken van sport. Maar zijn er nou enorme voorbeeldbedrijven van jou in binnen- of buitenland? Of organisaties waarvan jij zegt, ja, dat is, daar kijk ik echt naar om te zien wat zij doen. Om daarvan te leren. Ja, ik kijk wel veel naar andere bedrijven. Ik probeer daar wel zoveel mogelijk van te leren. En ik kijk qua voorbeeldbedrijven heb ik bijvoorbeeld zoiets als Netflix bijvoorbeeld. Hoe ze daar omgaan met hun infra, met hun hosting en infrastructuur, met hun Chaos Monkeys. Ik vind wel echt heel bewonderingswaardig. Bijvoorbeeld hoe zij hebben geschaald. Hoe zij ervoor hebben gezorgd dat zo vreselijk veel mensen in één keer van hun platformen gebruik konden maken. En ja, dat is wel iets, daar lees ik dan veel over en daar kijk ik echt naar. Dat vind ik interessant. Maar bijvoorbeeld, ik kijk ook naar Google. Ook wel technologisch, natuurlijk dat, bijna vergelijkbaar met Netflix. Ook fantastisch knap wat ze daar gedaan hebben. Maar die hebben ook vrij veel geschreven over hoe ze hun cultuur bouwen. Even los van of ik het met alle facetten, of je dat dan ook echt in je eigen organisatie wil implementeren. Maar vooral ook wat ik ook leuk vind is dat ze er zo open over zijn. Ze vertellen ook gewoon wat ze doen. Hoe zij bijvoorbeeld een perfect team samenstellen. En hoe zij dan zien dat wat dan wel werkt en wat dan niet werkt en zo. Dus ik ben daar wel heel erg mee bezig. Ik moet wel zeggen dat ik er ook altijd erg mijn eigen saus overheen doe. Ik blind een Spotify-model kopiëren, dat zou ik niet doen. Dat is niet iets wat ik... Je moet altijd ook echt even over nadenken. Want elke organisatie is wel anders. Elke cultuur is weer anders. En dus je kan leren van andere bedrijven en van je eigen ervaring. Maar je moet ook niet blind wat we bij Coolblue, wat daar goed werkte, opeens zomaar bij Jumbo. Dat hoeft namelijk helemaal niet te werken. Je moet altijd overal wel echt goed analyseren. En ook gewoon uitproberen. Je kan best eens af en toe iets met één team uitproberen. En dan werkt het wel. Dan doe je het ook bij de andere teams. En dus dat klein beginnen en later schalen. Wat je vanuit Agile en DevOps en zo doet. Dat kan je ook heel goed op je organisatie toepassen. Dat doen we ook veel en vaak. Nou, dan wil ik je bedanken voor deze podcast. Ik heb mijn vragen kunnen stellen. Heel veel succes met de groei van Jumbo. Maar ook de groei van de Jumbo Tech Campus natuurlijk. Volgens mij gaan jullie nog heel veel mooie dingen doen. En daarmee is een einde gekomen aan de podcast. Graag gedaan, dankjewel. Als jullie vragen hebben aan Anneke of over innovaties die hier zijn besproken, laat het weten op info.nl of ga naar Twitter @info.nl.